Goedendag. En na drie mooie dagen komt er alweer een eind aan het uh, ja, zonnige weerbeeld. Vanaf morgen wordt het uh, wisselvalliger. Nou, het mooie weer heeft in ieder geval wel gezorgd voor fraaie soms op- en ondergangen. Bijvoorbeeld hier achter mij een fraaie zonsondergang in Spijkenisse. De foto is gemaakt door Richard van den Engel. Hij woont niet in Rotterdam. Sorry, Richard. Ik heb per ongeluk de verkeerde plaats erbij gezet. Volgende keer dan zal ik het weer met je goed maken. Ja, als we dan kijken naar de volgende foto, die is dan bijvoorbeeld vanochtend gemaakt. Een fraaie zonsopkomst op dat moment. Ja, aan de penisse waterkant ook een fraaie plaatje. Het was het begin vanochtend van een hele mooie. Mooie dag hè, met heel veel zonneschijn. Echt een lekkere nazomerdag. Nou, de komende nacht dan neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. Het is hoofdzakelijk nog sluierbewolking. Maar die wordt wel dikker naarmate de nacht voordert. Temperaturen zakken naar 11 graden in de buurt van Gorinchem. En ik denk op Corée-Overvlakke... Een graad of 14, en daarbij waait een zwakke topmatige wind uit het zuidoosten. Ja, dan morgen overdag, de zaterdag, ziet er anders uit dan dat we de afgelopen dagen gewend waren. Misschien in de ochtend nog een waterig zonnetje, zo af en toe, maar de bewolking wordt al dikker. En in de middag, dan gaan er ook vanuit het zuidwesten een aantal buien vallen. Temperaturen ja, voor die buien uit nog een graad of 22 en dat bij een matige wind. En die komt dan uit het Zuidoosten. De wind draait trouwens aan het eind van de dag naar het Zuidwesten. En dan gaat de temperatuur wat naar beneden. Nou, zondag breekt af en toe het zonnetje door. In de loop van de dag een toenemende kans op een enkele bui bij een temperatuur van 19 graden. Tamelijk rustig weer. Maandag een aantal buien, slechts af en toe zon 18 graden. Dinsdag. Er gaan er ook een paar buien vallen. Maar dan staat er ook een krachtige wind uit het Zuidwesten. Een windkracht 5A6. En dan moet het vanaf woensdag weer tijdelijk even wat beter worden. En u ziet het aan de temperatuur. Ja, die boekt dan ook weer een bescheiden winst. Nou, Ten slotte nog deze fraaie weerfoto. Maakt u ook mooie weerfoto's, beste kijkers. Bijvoorbeeld het komend weekend. Nou, stuur ze lekker in naar weerfoto.rijmond.nl. Geniet van uw weekend. Heel graag. Tot maandag.